Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. We gaan vandaag weer lekker trainen. Zo te zien buiten wordt het vandaag een beetje droger. Dus we kunnen een eind gaan fietsen vanmiddag. Mijn ontbijt bestaat vanmorgen uit een roerij met spek. Eén verwerkt. En een grote bak thee. Ik moest jullie even allemaal de groeten doen van Punk. Die droomt nou van een internet carrière op YouTube. Maar zonder gekheid, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En we gaan er weer lekker tegenaan. Inmiddels is het alweer tussen de middag. Ik ben klaar met trainen. Ik heb vandaag 30 minuten loopband, 30 minuten fietsen en 30 minuten beenoefeningen gedaan. U ziet het allemaal op het filmpje. Ik heb nu een salade gemaakt van ijsbergsla. Met tomaat, ei en komkommer en ook nog tonijn er doorheen. Ik hield het vandaag niet vol, het is nu 12 uur, ik ben nu al thuis. Ik stond op een gegeven moment te duizelen en dan zegt mijn trainer van nu stoppen en nu naar huis. Dus ik wens u nog, of tenminste, ik zie u, u ziet mij zometeen weer, want ik ga nog even fietsen. En het is prachtig mooi weer, dus ik neem ook de camera even mee op de fiets. Ik heb nu ongeveer 10 kilometer gereden. Ik sta hier in de Oostzaanderpolder. En het is hier gewoon hartstikke mooi als u het ziet zo. Op die achtergrond ziet u Purmerend. Dat is de nieuwbouw, de Nieuw-Venne. Dus. Maar ik ga weer verder. Sorry. Ik heb nu 21 kilometer gefietst. Ik zit ergens bij Walsmeer. Waar hier. Je kan het zien. Amsterdam 1 kilometer, Sunderdorp 5. En het geluid dat u hoort, dat is met de A8. Dus ik ga nu richting huis. Ik ga nu richting huis. En het is geweldig mooi weer voor de tijd van het jaar. We zijn weer thuis. Ik heb 41 kilometer en 71 meter gefietst. Dus ik vind het welletjes voor vandaag. Zometeen ga ik aan het eten beginnen. We gaan aan het eten beginnen. Ik heb nog gisteren van die champignons mix over. Daar doen we wat champignons bij. Vegetarische balletjes. Wat groente
iets, hoe heet het, 150 gram, milliliter van een tablet voor groentedingers. Dan smoren we zometeen de balletjes in. En dan hebben we weer een heerlijk diner met rijst. Een beetje meer koolhydraat dan anders, maar het is zo, ik heb vandaag 41 kilometer gefietst. Plus dat ik vanmorgen ook weer 2 uur in de gymzaal heb gestaan. Of tenminste in de sportschool heb gestaan. En het is eind van de week en het begint me even iets te veel te worden. Dit is het resultaat van mijn kokerellen. Onderop zit de rijst en daarboven is de champignons met de groentebolletjes. Een vegetarische maaltijd van ongeveer 73 gram koolhydraten. Dus. Hiermee sluit ik af. Ik ga vanavond lekker zitten rusten, lekker rusten. En televisie kijken of een filmpje. En ik wens u allemaal een mooie dag. Tot morgen.